Yo, dames en heren, leuk kijken naar een nieuwe video met Schijn. Dames en heren, in deze video blikken we weer een nieuwe blik op de weerkaart. Maar dames en heren, er is weer wat interessants te zien, oftewel wat je zelf ook vindt. Want voor veel mensen is het niet leuk, maar voor mij ook niet. Maar ik hou niet van veel wind. Maar in deze video gaan we een update geven voor de komende week. Want er staan een aantal dagen op de planning waar er heel veel wind kan komen te staan. Dus dat ga ik nu met jullie doornemen. Dit is vandaag. Ik heb de wielmodel GFS erbij gepakt. Want ik kon verder eens geen andere wielmodellen vinden. Ja, die kunnen wel, maar die kunnen niet zo ver vooruit kijken. Dus daarom heb ik GFS er even bij gepakt. Dus die kan wel ver vooruit. Dus ja, dit is vandaag 26 december, tweede kerstdag. Vandaag staat ook wel redelijk wat wind. Hier maximale windstoot is dit. Hier kun je het zien in het labelletje hoeveel welke kleur bij welke windstoot hoort. Ja, dus ja, vandaag ook wel redelijk wat wind. 50, 60 km per uur windstoot op de Wadden. Dat is ook veel. Dan gaan we naar morgen. Morgen een beetje hetzelfde verhaal. Ik ga er een beetje snel doorheen. Dus ja, morgen ook een beetje iets meer wind nog. Maar zoveel is dat nog niet. Kijk hier. Woensdag 28 december. Hier zien we al wat veranderen. Hier komen wat oranje kleuren. Zelfs op de Wadden zijn rode kleuren. Dat gaat richting een 70 tot lokaal heel misschien 100 km per uur windstoot. Op 28 december woensdag. Dus dat zegt wel hoe onstuimig het weertype is. Want we hebben te maken nu weer met de jetstream. De straalstroom die is heel actief op dit moment. Dus ja, daarom hebben we zoveel wind. Dus ja, 28 december al redelijk wat wind. Echt heel veel al volgens GFS. Maar goed, dames en heren, ik moet er ook bij zeggen. GFS heeft wel wat misschattingen soms met windstoten. Dus het kan soms iets meer staan dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Dus ja, GFS heeft soms wat moeite met berekeningen met windstoten en zo. Dus ja, soms geeft hij dat te veel aan wat eigenlijk is. Maar ja, dat moet toch gewoon zien. Maar ik geef het toch even bij. Zeg het toch even bij. Dus ja, gaan we naar 29 december. Hetzelfde verhaal. Nog steeds veel wind in het noorden van Nederland. Dus ja, dan gaan we naar 30 december kijken. En hier zien we het veranderen. Voor vrijdag 30 december komt GFS met heel veel wind. Hier lokaal 70 in Limburg. Tot hier zelfs paarse kleuren, 110. Hier zelfs in het noordwestelijk kustgebied. Dus dat is echt heel veel. Dus daarom wil ik deze update even voor jullie geven. Want dit geeft wel aan dat er weer stormachtig weer aan zit te komen misschien wel. Dus ja. Nou, heren, nu ga ik naar 31 december. Dat is voor velen een belangrijke dag om vuurwerk af te steken. Want zoals velen van jullie wel weten, mag dit jaar gewoon weer vuurwerk afgestoken worden. En met huldige weerkaarten ziet het niet best uit voor oud en nieuw, helaas. Er wordt ook regen verwacht, buien. En zoals hier ook, hier laat de windkaart zien, heel veel wind. In het noordwestelijk kustgebied waar ik woon, hier 110. Zelfs op Texel zoals 120 km per uur windstoten. Ja, sorry dat ik zo snel praat, maar dit is wel weer kaart dat ik denk van, geef het toch alweer wat adrenaline hiervoor. Want als dit gaat uitkomen op Oudjaarsdag, is het niet best voor vuurwerkliefhebbers. En ik ben ook een vuurwerkliefhebber. Dus ja, het is niet zo best. Maar goed, het is niet anders. Als het uitkomt, is het niet anders. Maar het is niet zo best. Maar we gaan zien wat gaat gebeuren. Het is nog 5 dagen natuurlijk, of 5, 6 dagen. Dus het kunnen nog wel dingen veranderen. Maar goed, het geeft wel aan, het staat er al sinds eergisteren in dat het dit uit zal kunnen komen. Dus we gaan nog alles afwachten. Gaan we voor de gein nog even naar 1 januari. Nou, en zie dan is het ineens weer een stuk rustiger. Dus dat hoop ik in ieder geval wel. En anders gaan we gewoon het vuurwerk afsteken op nieuwjaarsdag. Ja, het is niet anders. Maar ja, we moeten toch een moment kiezen om het af te kunnen steken. We gaan het allemaal zien wat het allemaal gaat doen. Het kan nog allemaal veranderen. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Dan gaan we nog even naar 2 januari. Hier ook nog steeds redelijk rustig. Nou, wat kun je rustig noemen? Nog steeds 60 km per uur lokaal. Ze zijn nog steeds niet echt rustig. Nou, dames en heren, dit was mijn update. Hopelijk hadden jullie wat aan. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Like, abonneer. Tot de volgende video. En zeg ik later.